kinders. Ja. Ja, we hebben hier vandaag natuurlijk de doorkomst van de Vuelta-etappe. De derde etappe die gereden wordt, die ook door onze gemeente Woensdrecht komt. Een vijftiental kilometers door de kernen Woensdrecht, Hoge Rijden en Heibergen. En we hebben hier op het plein voor het gemeentehuis Vuelta-plein gemaakt, zoals jullie allemaal kunnen zien. En wij hopen dat hier heel veel mensen komen om het gezellig bij ons te vieren dat de Vuelta hier voorbij komt. Ja, natuurlijk, kijk. Als je iets doet, dat kost altijd geld natuurlijk, maar het is allemaal beperkt. Het juiste bedrag, dat weet ik niet precies, maar het is echt ook voor onze inwoners, wat wij het hier ook doen natuurlijk. En als je iets organiseert, ja, dat kost geld. En ja, wij zijn ook een wielergemeente hier, maar we promoten ook gewoon grote evenementen. En dit is voor 22 een groot evenement. Nou, ik vind dat geweldig dat ze dat doen. Maak het kenbaar aan iedereen. In Den Haag denken ze misschien dat het allemaal niet zo erg is, maar wij zitten hier in een landelijke gemeente. En wij komen ook van onze eigen boeren. Wij zijn ook heel goed in gesprek met onze boeren. En proberen, zeg maar, omdat wij zo'n zwaar getroffen gemeente zijn, toch met hun er samen uit te komen. Om samen naar de provincie te gaan en zeggen, Woensdrecht is apart en uniek van de rest. 95% reductie, 70% reductie. Heel veel wat we hier moeten gaan doen natuurlijk. Dus wij staan goed in gesprek met de boeren. En ik vind gewoon, laat hun acties, laat ze gewoon doen en laat het kenbaar maken aan de Nederlandse bevolking en zelfs over heel de wereld nu, dat onze boeren moeten geholpen worden. En daar staan wij als gemeente Woensdrecht en ik persoonlijk ook als wethouder achter om dat te doen. Ja, wij doen dit om een statement te maken richting de overheid. Wij zijn heel erg voor de boeren. Dat is logisch, want we zijn zelf boer. Wij vinden dat de manier waarop hier met door de regering omgegaan wordt, vinden wij onmenselijk. Jaarlang worden er regels opgelegd, die volgen wij allemaal. En ineens wordt alles van tafel geveegd en wordt er een heel nieuw beleid doorgedrukt. En daar houden wij helemaal niet van. En wij vinden dat de overheid zowel de boeren als de burgers gewoon echt in de steek laat. De mensen in Den Haag laten de burgers puur in de steek. En daar willen wij tegengas tegen geven. En ik ben ervan overtuigd dat wij dit gaan winnen. En heel het WEF en Klaus Schwab met heel zijn teringzooi, die gaat eraan. En dat zal in 2022 zal in de geschiedenis ingaan als het jaar waarop Klaus Schwab zich verslikt in de Nederlandse boer. En waarom vandaag? Vandaag zijn we hier omdat wij, nu komt de Vuelta langs, dus nu krijgen we aandacht om, nu krijgen we de kans om er aandacht op te vestigen. En dat willen we op deze manier doen. Het is een vreedzaam protest, het is publieksvriendelijk. We gaan geen renners of geen mensen dwars liggen. We willen alleen op deze manier kenbaar maken aan de problemen in de landbouw en ook in de Nederlandse, bij de Nederlandse burgers. Want die zijn na ons aan de beurt.